Welkom Weegschaal bij jouw kaartlegging. We gaan vandaag een kaartlegging doen waarbij we 3 Lenormand kaarten er gaan bijnemen. En op het einde van de lezing gaan we er ook een persoonskaart aan toevoegen, zodat we een idee hebben van wie er eventueel betrokken zou kunnen zijn bij deze lezing. En de Lenormand kaarten zijn het schip, de uilen en de zon. Ja, jouw leventje kabbelt rustig verder. Hè, jouw levensbootje vaart richting succes, richting hoop. Tijdens dat jij je levenspad bewandelt, weet jij ook van het leven te genieten. Weet jij het ook heel positief te benaderen. En ja, eigenlijk is alles heel rustig voor jou. Maar ook heel fijn, hè, met die zon van succes. En ja, het feit dat er op dit moment even geen uitdagingen zijn, ik zou zeggen, geniet daar volop van dat rustig verder kabbelen van dat bootje. Nu, wat wel kan tijdens deze periode, omdat je er nu de tijd eventueel voor hebt, dat is dat je toch over bepaalde zaken advies gaat vragen aan oudere mensen. De uilen die staan voor wijsheid. Dus als er bijvoorbeeld een topic is waarbij je, of waarover je toch meer informatie zou willen, dan ga je die informatie gaan opzoeken eventueel, maar ook te raden gaan bij andere mensen die kennis hebben van zaken, die ervaring hebben eventueel met hetgeen waarmee je waarover jij meer informatie wil. En doordat je er nu de tijd voor hebt, omdat het een rustig moment is in jouw leven, doordat jij tijd maakt om jou te informeren over een aantal zaken, en men zegt een verwittigd persoon is er 2 waard, dan ga je in de toekomst met die informatie die je hebt nog meer positieve resultaten gaan behalen, nog meer successen gaan binnenhalen. En dan gaan we eens kijken wie hier eventueel bij betrokken kan zijn. En we gaan daarvoor er een persoonskaart bij nemen. En een persoon die hier eventueel bij betrokken kan zijn, dat zou eventueel over een kreeft kunnen gaan. Zo, dit was jouw kaartlegging. Fijn dat je keek en ik wens je nog een prettige dag.